Josephine van der Meijden, jij bent een van de studenten die hier aan mee heeft gewerkt. Hoe was dat om aan deze pol te werken? Het is heel interessant om te doen. Ik ben betrokken geweest met heel de klas voor de voorbereiding het maken van de expo zelf. En daarnaast heb ik dus vandaag ook de expo uitgedeeld en de data in de SPSS verwerkt en de statistieke programma. En het is wel interessant om te zien na een hele dag dat je eraan vrij hebt. Had je dit resultaat verwacht? Nee, want ik heb ook nog een hele lijst van aantal mensen dat wij, dus dat ik was vandaag bij mijn boekje afgenomen, bekeken. Maar bijvoorbeeld die grote aantal van GroenLinks, dat kwam bij ons niet terug.